dames en heren. Van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 17 november. Welkom geldt natuurlijk ook voor de mensen op de publieke tribune en de mensen die ons thuis volgen via de moderne media. De vergadering is geopend onder mededeling van de afwezigheid van de heer Botter en de heer Van den Berg. En laatst genoemde hopen wij nog te verwachten in de loop van deze vergadering. Andere mededelingen. De heer Van der Valk. Ja, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit is mijn laatste vergadering als fractievoorzitter van de CDA-fractie. Ik zeg dat even met een brok in de keel, want het brengt wel iets met zich mee natuurlijk. Direct na deze vergadering, ik zeg na de vergadering, draag ik de voorzittershamer over aan mijn buurman, Martijn Breukelman. Voorzitter, daarmee is een belangrijke stap gezet in de verjonging van het profiel van de CDA-fractie. Martijn heeft in deze periode, maar ook in de vorige periode, al zijn sporen verdiend. Onder meer als voorzitter van een oriënterende ronde, maar ook als vicevoorzitter van deze raad en als lid van de Rekenkamercommissie. Hij is door onze fractie unaniem als nieuwe fractievoorzitter gekozen. Ik heb na de zomervakantie, het is alweer een paar maanden geleden, mijn voorzitterschap ter beschikking gesteld, omdat ik na deze raadsperiode niet meer in de raad terug zal keren. Daarbij komt dat wij thuis een al langer lopende wens hebben ingevuld. Een woning in de mooie stad Zwolle op een mooie locatie. Daar gaan we naartoe. Op een moment dat wij ons huis in het prachtige Westerhuizingerveld in de gemeente Hardenberg hebben verkocht. Kan dus nog wel even duren. Tot die tijd blijf ik deel uitmaken van de CDA-fractievoorzitter. Wel wil ik op dit moment al aan ieder danken die mijn functioneren als fractievoorzitter en als voorzitter van de presidiumoverleg de afgelopen 4 jaar mogelijk hebben gemaakt. Ik heb dat steeds met heel veel plezier gedaan. En ik denk aan diegenen die hier niet zijn. Bijvoorbeeld oud-burgemeester Meulman, oud-collega's ook. Ik noem Albert Schipper. Andy de Vos, Kees Slingerland. Maar ik dank ook mijn huidige fractie, mijn huidige collega-fractievoorzitters binnen de coalitie, Wim en Ria, maar ook daarbuiten. U burgemeester als voorzitter van het college, maar ook de collegeleden. Douwe natuurlijk als CDA-wethouder, maar ook Jannes en René. En last but not least, alle medewerkers van de Griffie, Frank en ook zijn voorganger, Jolande. En de medewerkers van de bestuursdienst voor de constructieve wijze waarop jullie mij allemaal de afgelopen jaren hebben benaderd en ook gesteund. Want zo heb ik het wel ervaren. En dank ook voor alle plezierige contacten met inwoners en ondernemers binnen dit huis en daarbuiten. En ook in de andere gremia. Ik hoop de komende tijd dus gewoon als fractielid weer mijn werk te mogen doen. Met net zoveel plezier als ik daar ruim 5,5 jaar geleden mee begonnen ben. En nogmaals, de overdracht van het fractievoorzitterschap is na deze vergadering. Martijn is er helemaal klaar voor, maar ik hoop dan de eerste te kunnen zijn om hem te feliciteren. Dat was mijn mededeling, dank u wel. Dank u wel, heer Van der Valk, voor deze mededeling. Dat klinkt een beetje dubbel, realiseer ik me als ik dat zeg.
Uitgebreide verklaring heeft u afgelegd. U blijft in ieder geval in regio Zwolle, constateer ik, dus dat doet ons ook deugd. Maar ik wil van mijn kant in ieder geval als voorzitter van de Raad en van het college u ook bedanken voor de ongelooflijk constructieve wijze waarop u als fractievoorzitter van de grootste fractie binnen deze Raad daar inhoud en vorm aan heeft gegeven in de afgelopen 5,5 jaar. Dank daarvoor. U blijft gelukkig nog even in ons midden. Tenminste, daar ga ik vooralsnog van uit. Alhoewel ik weet op wat voor mooie plek u woont. Dus dat gaat vast wel lukken binnenkort. En ik wil in ieder geval Martijn Breukeman heel veel succes wensen als aanstaande fractievoorzitter na deze raadsvergadering. Dank daarvoor. Andere mededelingen? Nog niet het geval. Dan gaan wij door naar agendapunt 2, de vaststelling van de agenda. Het is goed om op te merken dat de agenda in eerste aanvang alleen maar hamerstukken bevatte, want dat daar nog een bespreekstuk aan is toegevoegd en dat is de stad van de procedures rondom het project Windpark De Veen een weekend en dat is een bespreekstuk geworden, ook naar aanleiding van de besluitvorming in de Provinciale Staten van vorige week woensdag was het. Dus dat is toegevoegd nummer 6 agendapunt bespreekstuk. Anderen nog over de agenda? In ieder geval dan wordt deze al dus vastgesteld. Dat brengt ons bij het spreekrecht op de agendapunten. Er zijn geen mensen die zich hebben gemeld. Ik constateer ook inmiddels dat de fractie van het CDA compleet is. Welkom aan de heer Van den Berg. Daarmee kunnen we agendapunt 3 afhameren. Actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Niet het geval. Akkoord. Dan vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van de vorige keer. Geen behoefte om daarop te amenderen. Akkoord. Agendapunt 6. Bespreekstukken. Stad, procedure, windpark, De Veen, Wieken. Ik kijk rond. Fractie van het CDA. ChristenUnie. PVD. Leefbaar. Hardenberg. D66. Anderen niet. Ik begin bij de fractie van het CDA. De heer Van der Valk. Dank u wel. Najaar 2014 hebben wij en de Provinciale Staten voor hun deel de notitie rijkwijd en detailniveau voor de merg vastgesteld. Wat ons bij dat vaststellen toen opviel was dat er varianten waren met molens met een ashoogte van hoger dan 100 meter. Wij waren daar not amused over. Ik heb dat vorige keer ook gezegd. Tot dan toe waren we namelijk altijd uitgegaan van een ashoogte van maximaal 100 meter. Om die reden hebben wij toen samen met de PvdA en de ChristenUnie een amendement ingediend, wat door deze raad met overgrote meerderheid is aangenomen, om ook een variant in de MER op te nemen met een ashoogte van 100 meter, zodat we zaken goed met elkaar zouden kunnen vergelijken. Voorzitter, na onze behandeling in de Raad vorige week heb ik de behandeling in de Staten bijgewoond. Die was een dag daarna, vorige week woensdag. Uiteraard heb ik, zoals deze Raad al in deze Raad door mij is toegezegd vorige week, mijn partijgenoten in de Staten toen geïnformeerd over de standpunten zoals die in deze Raad waren geformuleerd, moet ik zeggen, ja. Voorzitter, men zou kunnen zeggen dat er sprake is van een briljante politieke actie van het CDA, de ChristenUnie en de PvdA uit Hardenberg, om dankzij een amendement in de Provinciale Staten hun zin te krijgen, molens met een ashoogte van 100 meter. Voorzitter, als ik op deze manier genomineerd zou moeten worden voor de beste politicus van het jaar, zou ik mij terugtrekken. Er ligt een MER-studie voor waar conform de afspraken door de initiatiefnemer varianten met elkaar zijn vergeleken, met alle voor- en nadelen van dien. Het verbaasde mij niet dat er in de Staten een motie werd aangenomen, de motie Meulink, die heel erg lijkt op de motie Jurlink zoals wij die hebben hier aangenomen. De omzetting was misschien in detail wat anders. Maar dat was prima, want daar hadden wij ons ook achter geschaard. Verbaasd was ik wel
dat het abonnement Rikkink, wat nu ook bij de Stukkink zit, is aangenomen in de provincie. En dat roept bij ons toch de nodige vragen op. Zowel ik namens het CDA in deze raad vorige week, als anderen, ik noem ook de bijdrage van de geachte collega Bak namens de VVD, we hebben duidelijk afstand genomen van dat abonnement. En dat hebben we ook van tevoren kenbaar gemaakt bij de collega's in de provincie. Nou, dan de vragen die dat bij mij oproept. Sturen vooraf, hebben mensen bij de provincie wel eens gezegd. Sturen vooraf is dat. Nou, wij vinden dat sturen vooraf hebben wij gedaan bij het vaststellen van de richtlijnen. Oktober 2014. Het afschieten van varianten, zoals nu gedaan met het VVD-amendement in de Staten, zonder dat daarover zienswijzen zijn ingediend door betrokkenen, zonder dat daar een onderbouwd zienswijze rapport door de gemeente of door de provincie is opgesteld, en zonder dat op die zienswijze en dat zienswijze rapport gereageerd is door deskundigen van de merkcommissie, dat roept de vraag op of dat het niet het aanpassen is van de regels gedurende de wedstrijd, oftewel vlak voor de verlenging of in de verlenging. Graag een reactie daarop. De provincie wil haar doelstelling bereiken die zij in IPO-verband heeft afgesproken. Nu levert zij mogelijk op voorhand al 8% capaciteit in bij dit voornemen. Hebben ze daar al een alternatief voor? Is daar iets over bekend? En is het u bekend wat de reactie is van initiatiefnemers op deze merkwaardige gang van zaken? Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt. Ik heb in verschillende werkgroepen van de merkcommissie in het verleden mogen acteren. Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt. Is nu ook de toezegging van de portefeuillehouder om in een pilot toestemming te verkrijgen voor een andere wijze van verlichting bij master van een hogere ashoogte, is dat ook van de baan? En wat zou er nou gebeuren als wij het voorstel zoals dat nu voor ligt, inclusief de motie Rikkink, als wij dat niet overnemen? Krijgen we dan een inpassingsplan van de provincie voor de kiezer? En als laatste vraag, voorzitter, hoe ziet nou het verval eruit? Er waren al afspraken gemaakt over inloopavonden en dergelijke. Kunt u daar iets over schetsen? Tot zover in deze termijn. Dank u wel. Dank u wel. Nog een aantal vragen in de richting van de portefeuille. Ik ga eerst even de andere fracties langs. De fractie van de ChristenUnie. Het woord is aan de heer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook mijn fractie was zeer verbaasd met het feit van dat alles zo nu al ingetrechterd wordt. Wij waren van mening, laten we nu zo breed mogelijk aanvliegen en kijken van, joh, wat komt er nou straks uit de zienswijze? Wat brengen burgers in? Wat brengen bedrijven in? En hoe kunnen we dan de beste keuzes maken met elkaar om te kijken van, wat is nu straks het beste alternatief? Nou, wij vinden het echt erg jammer dat het op deze manier gegaan is. Ja, en als je dan in het raadsvoorstel sluit dat men leest dat men elkaar op de hoogte zou houden, dat men elkaar mee zou nemen in het hele proces. Ja, en dan is het zover. En dan gaat iedereen, of in ieder geval in dit geval de Staten, gaan gewoon hun eigen weg. Wij hadden gehoopt dat we dat later in het proces terug zouden kunnen zien. Want ook voor wat betreft de provincie was het een voorontwerp inpassingsplan. Ook in mijn beleving zouden ze dan nog eens een keer, zodra het ontwerp en inpassingsplan op de tafel kwam, dan hadden ze volgens onze beleving volop de mogelijkheid om dan alsnog te kijken van wat de beste voorkeursvariant was met alle zienswijzen die daarbij horen. Helaas, het is niet anders. Ja, ik heb mij nog wel afgevraagd, dit is opnieuw een raadsvoorstel. Volgens mij zouden wij ook dit raadsvoorstel kunnen gaan amenderen en vervolgens opnieuw een amendement indienen en dat wij het toch anders zouden willen. Nou, dit lijkt mij niet de juiste weg. Nou ja, zo gaat het dus schijnbaar als twee bestuursorganen beslissen over hetzelfde onderwerp. De een stelt het vast om eventueel later in het proces bij te kunnen sturen en de ander is van mening dat er nu geen ruimte meer gegeven moet worden en dat alles aan de voorkant dichtgespijkerd moet worden. En toch moet je samen optrekken. Best wel lastig.
Maar ja, aan onze vraag, en meneer Van der Valk gaf het ook al aan, ja, welke ruimte zit er nu nog in het hele proces? Wat kunnen wij nog als gemeente? Nou ja, en er wordt heel nadrukkelijk gesproken over mitigerende maatregelen indien de geluidsbelasting hoog wordt. Nou ja, als er dus een stilstandssituatie komt op een molen, dan zegt volgens mij de provincie op dit moment, daar komen de molens er niet. Dus ja, het is voor ons een beetje duister. Ik hoop dat de wethouder daar misschien iets over kan zeggen. En anders dan lezen we het wel terug in het verslag. Dank u wel. Akkoord, dank voor uw bijdrage. De VVD-fractie. Het woord is aan de heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Heel veel is al gezegd door mijn collega van het CDA en mijn collega van de ChristenUnie. Maar wat voor ons de afdronk is, en dat is best ook wel lastig, want dat heb ik de vorige keer ook aangegeven, is dat wij als VVD hier in Hardenberg een andere koers gekozen hebben dan onze eigen partij in de provincie. En volgens mij geeft dat precies weer waar het hier vanavond over gaat, waar de discussie ook om gaat. Het gaat over in hoeverre zijn wij als raad in Hardenberg vrij om besluiten te nemen in dit traject. Waar zit onze vrijheid, waar zit onze ruimte? En ik begrijp heel goed het voorstel van het college op dit moment zoals het voor ligt. Want we hebben nadrukkelijk met elkaar ook afgesproken dat we zouden kiezen om het park op dezelfde manier in te richten. Dus Hardenberg om een vergelijkbaar. Maar ik vind het toch wel heel treurig als wij in Hardenberg met elkaar overeenstemming hebben, dat hadden we vorige week, dat we de ruimte willen geven aan zowel de ondernemer als de omwonenden om vanuit zienswijze kenbaar te maken wat hun standpunt is. En mijn gevoel is op dit moment dat door het amendement, dat door mijn partij overigens, dat wil ik ook ten volle zeggen, de mogelijkheid ontnomen is om daar een zegje over te doen. En dat vind ik misschien nog wel het meest kwalijk in deze situatie. Heel los van dat we tijd verloren hebben, want dan hadden we ook in 2013 wel kunnen zeggen, we gaan direct over tot windmolens van 100 meter, want dat besluit hadden we toen ook kunnen nemen. Is dat wel de afdronk die wij op dit moment rest? We ontnemen dus de ondernemer de kans om op zoek te gaan naar de meest recente innovaties en daarmee een stukje rendement te halen en ook een stukje rendement terug te kunnen geven aan de omwonenden. Indien wenselijk, want dat is de vrije keuze van de omwonenden. En dat is voor mij wel ook de vraag nu door richting het vervolgtraject. Waar zit onze invloed nog? En wat kunnen wij met elkaar straks ook nog, als de zienswijzen ingediend zijn, bijsturen als raad in Hardenberg? Dus tegen welke grenzen lopen we aan? En of zitten we hier bij elkaar en moeten we gewoon, dan zeg ik het misschien even heel plat, maar gewoon ja zeggen. En dan denk ik dat wij onze rol als raad ook niet op de juiste manier kunnen vervullen. Dus dan moeten wij daar misschien ook met de provincie maar eens een discussie over aangaan hoe we dat anders kunnen gaan inrichten. Ik hoor ook graag de reactie van jullie daarop als raad, van u als raad en van het college daarop. Want volgens mij is dat de essentie waar we hier vanavond over spreken. Dank u wel. Kort, dank u wel. De fractie van D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Er is al veel gezegd door de voorgaande sprekers over de mate waarin de provincie nog een goede gesprekspartner is. Daar zal ik verder geen woorden aan vuil maken. Vorige keer is er gesproken over onder andere een motie die door onze partij is voorbereid en niet is ingediend. Omdat de wethouder met een toezegging kwam. En de vragen van ChristenUnie en VVD leiden naar een opmerking, welke ruimte is er nog voor deze raad of dit lokaal bestuur? En mijn vraag eigenlijk aan het college en met name aan de portefeuillehouder is dan ook, zit die ruimte in die toezegging die vorige keer is gedaan? En die toezegging leidde ertoe dat er een aanvullende overeenkomst met de initiatiefnemers zou gemaakt worden met betrekking tot licht, geluid, zichtoverlast, maar ook een zo hoog mogelijk rendement met inachtneming van de laatste stand van zaken wat betreft de technologische ontwikkeling. Eventjes plat vertaald. Eigenlijk is dat mijn concrete vraag voor dit moment. Akkoord, dank u wel. Tot slot, Leefbaar Hardenberg. Mevrouw Baas. Voorzitter. Ja, ik heb me afgevraagd, wat valt hier nog aan toe te voegen? We zijn natuurlijk overroeld door de Provinciale Staten.
Maar het blijft me toch een beetje dwars zitten dat Nederland meer dan 50 miljoen wil uitgeven aan subsidies voor windenergie, zonder voldoende kennis te hebben van wat al dit geld gaat opleveren. Het is een beetje herhaling van zetten, voorzitter. Wij vinden het jammer dat het gebeurt, dat de windmolens er uiteindelijk waarschijnlijk zullen komen. Maar het amendement en de motie van de provinciale partijen, dat is een kwestie van een second best scenario, dat heeft ons niet overtuigd. We vragen ons ook af met de andere partijen, wat kan Hardenberg hier nog mee? Wij zijn tegen, we blijven consensueus, we zijn dus tegen de windmolens in Hardenberg. Akkoord, dank u wel. Ik heb de bijdrage in eerste termijn gehoord van de verschillende fracties. Vanuit CDA, maar ook de andere fracties, zijn toch nog een aantal vragen gesteld. Met name over het vervolgtraject, de mate van vrijheid en de ruimte die er nog zou zijn wellicht. Ik kijk toch even naar de portefeuillehouder of hij daar nog op in wil gaan. Om even te kijken voordat we tot besluitvorming over zouden kunnen gaan. De heer Prinsen. Voorzitter, dank u wel. Ja, wat kunnen we nog? Nou, we kunnen voet bij stuk houden. We zouden kunnen zeggen van de 5 molens op Hardenbergs grondgebied, die kennen een andere uitvoering dan datgene wat op ons grondgebied komt te staan. Dus wij zouden kunnen blijven gaan voor 135 meter met alle zaken die wij in ons eerder voorstel hadden staan. Dat zouden we kunnen doen. Maar goed, ik ben ook heel dicht bij u gaan staan, want u heeft zelf aangegeven we moeten komen met één plan. Ja? Dus vandaar ook dat wij op deze wijze erop in geschoten zijn. En ja, de heer Van der Valk heeft principieel gelijk. Zo ga je eigenlijk niet om met een commissie MER. Ja? Je vraagt van ze om met scenario's te komen. Ze doen een aanbeveling. Daarna moet er nog van alles over gezegd worden. Kan er nog van alles over gezegd worden door deze en gene. Dan gaan wij reageren, gaat ook de commissie MER reageren. Maar goed, dat is allemaal mooi om dat vanachter dit spreekgestoelte te melden. Maar de realiteit is anders. De realiteit is niet dat de provincie, maar de realiteit is dat provinciale staten een amendement hebben aangenomen. En het plan wat we gezamenlijk hadden in een andere richting heeft geduwd. Zijn wij daardoor een deel van onze autonomiteit kwijtgeraakt? Nee, want we kunnen gewoon anders besluiten. Maar is dat handig? Ik denk dat dat niet handig is. Ik heb ook via mijn ambtelijk medewerker contact gehad met de initiatiefnemers. En ik had één simpele vraag. Kan u hiermee leven? Want als daardoor het project van de baan zou zijn, ja, dan zouden we misschien vanavond deze bespreking niet hebben. Zouden we misschien wel eerst eens wat uitstel moeten hebben. Maar de initiatiefnemers hebben aangegeven hiermee te kunnen leven. Zo is mij geworden door mijn ambtelijk adviseur. Kortom, ik kan nog allerlei dingen erover zeggen, maar ik adviseer u toch. Dit traject loopt zolang mevrouw Juhlingen en ik in de politiek zitten. En dat is volgens mij ergens vanaf 98 of zo. Ja, heel lang geleden. Hebben we al met windmolens te maken gehad. We lopen bijna zelf al met molentjes. Zolang zijn we er al mee bezig. En als we nu hier weer een hele ingewikkelde discussie gaan maken, zou het nog wel eens veel langer kunnen duren. Als initiatiefnemers zelf aangeven van nou hier kunnen we mee leven, dan zou ik u toch willen adviseren, alhoewel waarschijnlijk hetzelfde katterige gevoel hebt wat ik heb, ja, dat je toch als gemeentelijke overheid je eigen koers op een gegeven moment wil gaan binnen de kaders, dan zou ik u toch willen adviseren om in te stemmen met het voorstel zoals het voor ligt, om zo snel mogelijk nu verder te kunnen gaan in deze procedure. Ik zou het hierbij willen laten, voorzitter. Akkoord, dank u wel. Voorzitter. Vragen voor de wethouder? Ja, één vraagje. Mevrouw Van Hoek. Ik heb begrepen dat er toch wel discussie is over de juridische haalbaarheid van dit amendement. Of dit überhaupt eigenlijk wel kan. Heeft u daar iets over gehoord? Nee. Andere vragen nog? Voorzitter. De heer Rodemot. Ik mis eigenlijk in de beantwoording mijn vraag, dat wil zeggen nog even in te gaan op de toezegging die vorige keer is gedaan door de wethouder om een aanvullende overeenkomst met de initiatiefnemers af te sluiten, tenminste te proberen af te sluiten. Dat was de beantwoording.
Dat wat niet wordt ondervangen in dit nieuwe voorstel, want een deel wordt hier al in ondervangen, hè, vanwege die mitigerende maatregelen, en dat wat niet wordt ondervangen, dat proberen we natuurlijk in een aanvullende overeenkomst, ja, proberen we dat op te pakken. Voorzitter, mag ik nog één opmerking maken in reactie op wat de wethouder zei? Die zei van de heer Van der Valk die gaat voor die 135 meter. Dat heb ik niet gezegd. Ik zei van ik wil graag alle opties in dit stadium nog open houden. Prima. Ik kijk rond voor de tweede termijn. Is er behoefte om gebruik te maken van de tweede termijn? Of kunnen we direct naar de stemming van het voorstel overgaan? Gehoord hebben de opmerking ook van de wethouder. Wij gaan direct over naar stemming. Akkoord? Ja, ik kijk even naar de heer Bak. Graag met stemverklaring. Met stemverklaring, prima, dat is akkoord. Wie wil een stemverklaring afleggen? Even inventariseren. VVD-fractie en op koers.nu, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ik verzoek u de stemverklaring kort en krachtig te houden. Dat zult u ongetwijfeld doen. Dan begin ik linksom, fractie van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter. Het voorstel is in de Staten geamendeerd. Ja, ook gelijk wij een motie hebben ingediend. Bij ons was het een motie, het is nu een amendement geworden. En wij kunnen dan ook wel instemmen met het voorstel om te gaan tot een maximale hoogte van windturbines conform onze motie. Akkoord. GroenLinks. Onze fractie betreurt dat op voorhand al dingen vastgelegd worden waardoor we straks geen gebruik kunnen maken van de innovatie. Maar begrijpen wel dat dit proces doorgang moet vinden. Dus wij steunen dit voorstel. Akkoord, op koers per nu. Dank u wel, voorzitter. De fractie van op koers blijft op koers en stemt tegen. Akkoord, de VVD-fractie. Dank u wel, voorzitter. Zoals net heb ik aangegeven, vinden wij het teleurstellend dat we nu minder ruimte hebben als Raad in Hardenberg om zelfstandig onze richting te kiezen. Voor ons is het belangrijk, de mededeling van de wethouder, dat voor initiatiefnemer het acceptabel is en dat hij verder kan. Dus van daaruit stemmen wij voor. Akkoord, dan kom ik bij de andere partijen. De fractie van het CDA, de heer Van der Valk. Ja, voorzitter, wij waaien niet met alle winden mee. Maar gelet ook op wat er gezegd is, gaan wij akkoord met dit voorstel. Akkoord, Leefbaar Hardenberg. Leefbaar Hardenberg waait ook niet meer alle winden mee, dus wij blijven tegen de windmolens. Akkoord, ChristenUnie. Ja, het gevoel blijft natuurlijk dat we met handen en voeten gebonden zijn aan de Staten schijnbaar, maar we zijn wel voor. En tenslotte D66. Wij zijn gewoon voor. Gewoon voor. Daarmee is dit voorstel aangenomen met een meerderheid van stemmen en alleen de stemmen van Leefbaar Hardenberg en op koers.nu tegen. Het voorstel is aangenomen, zoals gezegd. Dank u wel. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Hamerstuk agendapunt nummer 7. De verordening naamgeving nummering waarmee BAG-bevoegdheden correct worden gedelegeerd. Ik durf bijna niet te vragen om een stemverklaring. Dat zult u vast bij dit onderwerp niet willen. Maar toch, niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord. Dank u wel. Agendapunt 8. De lijst met ingekomen stukken tot en met 3 november 2015. Lijst van afdoening. Akkoord. Akkoord. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet het geval. Dan komen we bij agendapunt 10. De sluiting van deze vergadering. De vergadering is gesloten. Dank voor uw inbreng. En mag ik voorstellen om met 5 minuten... de vergadering te vervolgen. 20 voor 8 beginnen wij de oriënterende ronde. Dank daarvoor.